Desinformatie. Het lijkt een modern fenomeen, maar in werkelijkheid is het zo oud als de weg naar Rome. Toch hebben we vandaag de dag in onze onderwijspraktijk meer mee te maken dan ooit. En dat komt natuurlijk omdat er informatie in overvloed is. Dus ook desinformatie. Maar wat is desinformatie eigenlijk? En wat is het verschil met misinformatie en malinformatie? Desinformatie is onware, inaccurate of misleidende informatie die opzettelijk wordt verspreid om mensen te verwarren of te manipuleren. Bij desinformatie kan het gaan om informatie die helemaal nep is, maar vaak gaat het ook om berichten die bestaan uit een mengsel van feiten en verzinsels. En dan is er ook nog misinformatie. Dit is misleidende informatie, maar gemaakt of verspreid zonder manipulatieve of kwaadaardige bedoelingen. En tot slot is er ook nog de categorie malinformatie. Hierbij is de informatie weliswaar correct, maar wordt het verspreid met het doel om een persoon, organisatie of zelfs een land te beschadigen. Deze definities hebben we overigens niet zelf verzonnen. Ze komen uit het handboek Journalism, Fake News en Disinformation van de Europese Commissie. Dat was het. Hopelijk ben je weer wat wijzer.